Het is nu voor het derde jaar dat de omgekomen brandweermensen worden herdacht. We zullen met een viertal voertuigen op het terrein opstellen. Daarvoor zullen wij in de houding gaan staan. En er zullen twee stralen geopend worden onder een hoek van 45 graden die elkaar in de lucht raken. En de ceremonie zal ongeveer 5 minuten duren. Helaas is er op 30 juni 1993 een collega van ons omgekomen, Kees Verkorven, bij een brand bij autoschadebedrijf van Zandvoort. Daar is Kees Verkorven verongelukt en een van onze collega's is daar ook zwaar gewond geraakt. En die herdenken wij zeer zeker.